ben Kees Meijners. Ik werk bij de provincie Friesland. Het jaar 2014 is uitgeroepen als het jaar tegen de voedselverspilling. Daar gaan we bij de provincie ook van alles mee doen. Wist je dat ongeveer 50% van al het voedsel wat geproduceerd wordt, ergens in de keten verloren gaat als afval? Als je dat bekijkt bijvoorbeeld naar vlees, dan betekent dat dat ongeveer 145.000 koeien per jaar rechtstreeks naar de afvalverbranding gaan. Dat is toch te bizar voor woorden. Bovendien hebben ze tijdens hun leven natuurlijk voer gegeten en water gedronken. Dat ben je ook allemaal kwijt. Weet je nog, vorig jaar in Amsterdam was een grote Damn Food Waste event. Waarbij voor 5000 mensen een lunch werd gemaakt en aangeboden. Producten die anders zouden zijn weggegooid. Die aan het eind van hun THT waren bijvoorbeeld. Daarvan hebben die mensen een fantastische lunch gemaakt. Voor 5000 mensen. Een van de organisatoren heb ik pas gesproken. Ik vond het een fantastisch initiatief. Ik dacht, dat kunnen wij in Leeuwarden ook. Maar ik dacht, we kunnen daar misschien nog wel een veel groter event van maken. Door bijvoorbeeld ook te vragen om aan restaurants om mee te doen. Kunnen die bijvoorbeeld niet op die dag vegetarische maaltijden produceren of aanbieden? Of aangepaste of verschillende portiegroottes aanbieden aan klanten. Kunnen we bijvoorbeeld op die dag mensen vragen met een volkstuin of die producten over hebben, dat ze die gewoon op straat kunnen verkopen. Of sappen of aardbeienjam of wat dan ook maar. Mensen die zelf dingen produceren. Dat ze dat gewoon vrij, een soort vrijmarkt kunnen verkopen op die dag. Zoveel mogelijk burgers en bedrijven betrekken bij zo'n dag, dat kan wel een fantastische opspin krijgen. En dat heeft bovendien een mooie opmaat naar Leeuwarden, hoofdstad van de smaak in 2015. En misschien wel een opmaat en misschien nog wel een slag groter in de Leeuwarden culturele hoofdstad 2018. Veel mensen activeren rond het thema voedsel en een voedselfeestdag van maken. Dat is mijn droom.